Dit is de Zuidpool, ook wel Antarctica genoemd. Het vriest er eigenlijk het hele jaar, er wonen geen mensen en er groeien bijna geen planten. Maar er leven wel veel vogels en zoogdieren. Zo wonen er miljoenen pinguïns. Maar die lopen nu groot gevaar. Wetenschappers vonden op de Zuidpool dode vogels. Dit soort kleine jagers. Die bleken besmet met het vogelgriepvirus. Ja, ik was erg geschrokken dat dat gebeurde. Volgens vogelgriepdeskundige Thijs Kuiken is het virus met wilde vogels meegekomen. En er zijn wilde vogels die tussen Zuid-Amerika en Antarctica vliegen. Dus op die manier is het waarschijnlijk naar Antarctica gekomen. Vooral de grote groepen pinguïns die hier wonen lopen gevaar. Die kunnen besmet raken omdat ze in hetzelfde water zwemmen als de vogels die het al hadden. Of dat ze bijvoorbeeld op dezelfde grond rusten en dat ook besmet is met het virus en daardoor besmet raken. Pinguïns leven met z'n honderdduizenden dicht op elkaar, zodat het virus zich heel snel kan verspreiden. Gevreesd wordt dat er heel veel dood zullen gaan en ook zoogdieren op Antarctica kunnen ziek worden. Vogelgriep komt bijna op de hele wereld voor. Ook in Nederland hebben we er al veel langer mee te maken. Bij wilde vogels en vooral bij kippenboerderijen wordt het vaak aangetroffen. Er wordt gewerkt aan een vaccin om boerderijkippen te beschermen tegen de ziekte. Maar voor wilde dieren op de Zuidpool is dat geen oplossing. Dat betekent dat er heel veel pinguïns dood kunnen gaan. Dus het kan echt een ramp betekenen voor die populaties. Al is er nog wel een beetje hoop voor de toekomst van pinguïns op de Zuidpool. Als het virus er één keer is geweest en volgend jaar weer terugkomt, zullen de vogels die volgend jaar in aanraking komen met het virus waarschijnlijk beschermd zijn. En die zullen dus weer jongen kunnen krijgen waarmee hun aantal weer op peil komt.